Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar Altijd Games. Vandaag gaan we weer verder met onze gigantische fabriek in Factorio. En het begint inderdaad al redelijk groot te worden. De vorige keer hebben we een begin gemaakt met het laten zien wat de robots allemaal doet. En zoals je ziet, ze zijn lekker rond aan het vliegen. Ik heb in de tussentijd heel veel dingen gedaan. Volgens mij heb ik toen laten zien hoe je repair tools kon maken. Echt heel simpel. Vervolgens heb ik hier eigenlijk een hele soort nieuw gedeelte van de fabriek opgesteld. En dan ga ik allemaal dingen maken die je eigenlijk niet heel vaak nodig hebt. Maar zo nu en dan wel. En die staan hier eigenlijk. En al deze dingen worden dus gemaakt doordat de robots dingetjes in kistjes doen. En die machines die doen het vervolgens zelf weer in kistjes. Dus dit is een heel goed werkend systeem. Als we een beetje naar de onderkant van onze fabriek gaan, dan zien we ook een gigantische upgrade van onze, grondstoffen toevoer. We hebben nu twee treinen hier beneden lopen op de ijzererts, eentje op kopererts. En het gaat allemaal in elektrische machines. Dus we gebruiken nu hier ook geen steenkool meer voor. Dus we hebben een stuk minder pollution, maar wel veel meer elektriciteitsvoorziening. Zijn we dit nu aan het maken. Ik zie trouwens dat ik best wel laag ga op zo'n moment. We hebben ook heel veel energie. 45 milliwatt. Dat is echt heel veel die we krijgen door middel van die zonnepanelen. Ik zie wel dat we eigenlijk nog wel wat extra kunnen gaan gebruiken, omdat onze opslag bijna leeg is. Dus daar moeten we wel even in de gaten houden. Maar ik zal jullie straks laten zien hoe makkelijk we zonnepanelen kunnen bouwen. Nou, als we kijken in de rest van de fabriek. Dit gaat dus allemaal goed. Dit gaat allemaal goed. Het grootste probleem zit nu hier. Nog steeds bij de olie. We krijgen gewoon te weinig olie binnen. Ik heb al bijna alle olieplekken in heel de omgeving gepakt. Degene die ik nog niet heb gepakt. En dat is op zich wel een goede. Want hier zitten er vier bij elkaar. Ik zit dus gewoon echt in olieproblemen. Ik heb gewoon te weinig olie. Ik ben ook wel een beetje dit en dit en dit aan het scannen. Hopelijk dat ik daar nog wat vind. Ik heb dit gigantische gebied verkend. Gewoon helemaal niks. Dus deze map is heel goed. Want er zijn heel veel mineralen en grondstoffen behalve olie. Dat is echt wel een probleem aan het worden. Hoe we dat kunnen oplossen. Dat is echt vrij simpel om te doen. En dat is door middel van modules. Modules die zie je hier. We hebben snelheidsmodules, we hebben efficiëntiemodules en productiviteitsmodules. En dat zijn eigenlijk een soort van kleine upgrades die je in je fabriekjes kan doen. Nou, als we eens gaan kijken naar snelheidsmodules, dan zien we dus verhoogde snelheid van de machine ten koste van het energieverbruik. Dus hij verbruikt 50% meer energie. En daarbij gaat de snelheid omhoog met 20%. Dus je krijgt wel een verbetering, maar je moet er altijd wel heel veel meer voor betalen. Dus in dit geval 50% meer energie. Nou, gaan we naar de volgende. Verlaagt het energieverbruik van de fabriek. Het minimale energieverbruik is 20%. En dit gaat dus met 30% omlaag. Nou, heb je de volgende. Laat de machine extra producten maken ten koste van het energieverbruik. Dus de energieconsumptie is 40% omhoog gegaan. De snelheid is 15% omlaag gegaan. Maar daarbij heb je een productiviteit van 4% meer. En 4%, je kan bijvoorbeeld als je één ding maakt, kan je je moeilijk afvragen. Nou, hoe werkt 4% dan? Maar als je even uitrekent, 4%, dat was ongeveer 22 keer volgens mij in 100, 22, 23 keer. Dus 1 op de 23 of 1 op de 22 krijg je een onderdeel extra. Dus in plaats van dat je 1 produceert, produceer je er 2. Nou, en dit kan heel goed onze productie van de olie een beetje gaan helpen. Want als we gaan kijken, olie die trilt de olie op. Of tenminste, dat doen de boormachines. En dat gaat met een bepaalde snelheid. Dat gaat 0,1 liter per seconde. Nou, als we de snelheid verhogen, dus deze, dan kunnen we dat verhogen bijvoorbeeld met 20%. Als we dat in alle
van deze jacknikkers. Dat klinkt echt niet. Of jacknikkers, ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval olieophaalmachines doen. Dan stijgt onze hele productie met 20%. Dus dat is best veel. Nou, volgens mij kan je ook nog 2 modules per apparaat erin doen. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker. Ik zit er trouwens nu wel te twijfelen. Ja, ik denk 2 per apparaat. Dus dat betekent dat we al met 40% onze olieproductie omhoog gaan. Nou, dat is natuurlijk super. Nou, stel je nou voor dat we ook nog 4% meer gaan produceren van dit in onze refineries. Dan gaat dat nog een keer met zoveel procent omhoog. Dus daardoor kunnen we even een flinke boost gaan geven aan onze fabriek. Nou, wat hebben we allemaal nodig? We hebben als volgt nodig. We hebben trouwens ook met snelheidsmodules 2. Die zijn weer ietsje beter. Alleen die kosten verwerkingseenheden. De blauwe icoontjes die daar staat. En die hebben we nog niet. Dus daar moeten we nog even naartoe gaan werken. Maar voorlopig hebben we eigenlijk alleen deze 2 nodig. Dus die kunnen we hiervan af gaan tappen. En misschien is dat helemaal geen slecht idee om hier beneden te gaan doen. Ik ben even aan het kijken of dat gaat werken. Hebben we zo voldoende ruimte? Ja, denk wel. Dus we hebben 3 van die apparaten nodig. En nog eentje. En hoe lang duurt dat om zoiets te maken? 15 seconden. Nou, dat is redelijk lang. Die worden dus allemaal gevuld. We hebben hier trouwens 3. Dat is ook weer niet nodig. En okay. En datzelfde gaan we eigenlijk hier doen. Want we willen het natuurlijk in kistjes doen. Nou, ik weet niet meer precies hoeveel erg in zo'n kistje gaan, maar we zullen hem even tot hier doen. En dan zullen we zeggen van, nou, we willen hier deze maken, hier deze en hier eventueel deze. Nou, als het goed is gaan deze nu geproduceerd worden en dan moeten we die dus uiteindelijk in alle apparaten gaan doen, zodat we hopelijk onze productie wat gaan verbeteren. Nou, volgens mij zei ik het daarnet al, we zitten echt flink in de problemen met onze energievoorraad. We hebben eigenlijk gewoon te weinig energie. We zien dat we al aardig wat ontwikkelen met zonne-energie. Nu ga ik even voor de rest zeker kijken, want we hebben echt heel veel zonnepanelen al staan. Dit gaat redelijk goed, dus dat betekent dat dit goed gaat. We zien dat hier ook maar 2 machines aan het werken zijn. En het zou natuurlijk ideaal zijn als ze allemaal aan het werken zijn. En dit is nu dus vooral het probleem. De batterijproductie en de plasticproductie. Door de batterijproductie kan ik eigenlijk geen robotjes meer maken. En door de weinig plasticproductie kan ik eigenlijk niet meer nieuwe onderzoeken doen. Dus ik moet echt meer van die stof gaan vinden. Nou, dit is een plek die ik leeg wil houden. Dus hier gaan we niet bouwen. Nu is de vraag natuurlijk, waar gaan we dan wel bouwen? Hopelijk word ik niet overreden door een trein. Voor degenen die dat nog niet hebben gezien eerder. Je bent opslag in één keer dood als je dat grapje gaat proberen. We zien dat we hier de hele tijd worden aangevallen. Maar dit is op zich wel een mooie plek om het een en ander te gaan bouwen. Of in ieder geval onze productie van zonne-energie wat te gaan verwerken. Nou, ik ben dit bos aan het kappen. Dat doe ik niet meer handmatig tegenwoordig. Maar dat laat ik mijn robotjes doen. En zo. Als je straks waarschijnlijk kan zien, ik weet niet of ze nog gaan komen, gaat dat uit. Waarschijnlijk best wel snel. Oké, ze komen eraan. Ze komen op zich niet in topsnelheid. Het lijkt alsof ze niet heel veel haast hebben. En wat we ook willen doen, is dat we onze verdediging een beetje gaan verplaatsen. Bijvoorbeeld hier naartoe. Op deze manier. Dus we kunnen dit nu eigenlijk allemaal gewoon plannen. Dat zij hun werk gaan doen. Zetten we nog even de paaltje tussen voor de zekerheid. En we hebben dan deze ook niet meer nodig. Dus die kunnen we eigenlijk meteen laten ophalen.
Nou, als het goed is hebben we nu meteen weer wat ruimte gecreëerd. We zullen deze ook even opruimen. Die staan daar onhandig. En misschien voor de zekerheid daar wat voor vervangen. Dus je ziet, eerst moest ik alles zelf bouwen. Nu heb je meer een soort van over... een soort van blik van bovenaf om alle dingen te plaatsen. Nou, nu willen we deze plekken natuurlijk opvullen met zonnepanelen. Nou, daar heb ik ook een blueprint voor. En ik zal jullie laten zien hoe makkelijk dat gaat. Dus we doen er 2 naar beneden. En nog eentje hier. Als dat gaat. Oké. Oh ja, zo. En datzelfde doen we hier weer. Hopelijk heb ik voldoende zonnepanelen. Maar op het moment dat ik te weinig heb, geeft hij een seintje. Daar komen de eerste robots al aan. Zo. En als het goed is, gaat dit uiteindelijk weer allemaal zijn ding doen. Nou, dit heeft een beetje de energie toevoer. Als het goed is, verbeterd. Maar we willen uiteindelijk ervoor zorgen dat deze vol komt. Dus misschien is het ook wel een goed idee om deze wat op te gaan creëren van de stroomturbines. We kunnen binnenkort ook de stroom van een aantal apparaten omlaag gooien. Met die 30% minder consumptie. Maar je ziet hoe snel zulke dingen gebouwd worden. Normaal was ik hier eigenlijk heel lang mee bezig. En nu gaat dat allemaal vanzelf. Wat ik nog even moet doen, dat vergeet ik altijd even, is ervoor te zorgen dat er wel wat palen tussen staan die de elektriciteit doorgeven. En die worden eigenlijk allemaal nu gewoon zo automatisch op die manier gezet. Nou, als het goed is gaat dit zo zijn ding doen. Het nadeel aan zonne-energie is dus dat het ten eerste niet zo heel veel energie oplevert met de oppervlakte die je gebruikt. En ten tweede, en dat is eigenlijk nog wel belangrijker, is dat het... Even kijken, hoe wilde ik het gaan vertellen? Dat het ook 's avonds natuurlijk niet werkt. Dat is ook een groot nadeel. We gaan even kijken hoe het met onze productie gaat van deze apparatuur. Oké, wacht. Dit zijn misschien toch wel grotere stacks dan ik dacht. Nou, oké. Op zich is wel goed. Maar dit gaat dus redelijk langzaam, zie ik nu. Er is verder niks aan de hand. En dit is dus een probleem. Wat we beginnen te krijgen is dat gewoon regelmatig de stroom gaat uitvallen. Omdat de laserturrets die dan nodig hebben. En dan valt onze fabriek stil. Dat is natuurlijk iets wat we echt niet willen hebben. Wow, ik zit vast. Laat me los. Oké, we hebben dus nog steeds de productie hiervan. Het ziet er naar uit dat we deze eventueel wat kunnen gaan verbeteren. Deze in ieder geval. Want we hebben hier nog wat extra ruimte gekregen, zie ik nu, waar eigenlijk niet meer wordt gemined. En dat komt wel heel goed uit. Dus we zullen hier ook even wat ruimte vrij gaan maken. En jullie... Oh, wacht. Hoe werkt dit? Ja, oké, die is wel zo goed als... Woe! Dat scheelde heel weinig. Anders ben je gewoon op slag in één keer dood. Dus dat is iets wat je niet wil hebben. Ja, ik ga dit toch allemaal even weghalen. Al heb ik het misschien nog niet helemaal uitgemind. Dus dat is nog iets wat ik later ga doen. Zo. Zo. En dan moet ik er even goed voor zorgen dat ik niet de pijpleiding weghaal. Want als ik dat doe, dan word je daar echt niet vrolijk van. Oké, als het goed is gaat dit zijn ding doen. Deze kunnen we even wat dichter langs leggen. Op deze manier. En dan kunnen we deze even weghalen. Oké, nou als het goed is heb ik ook een blueprint hiervan. Dus op het moment dat dit eindelijk allemaal weg is, ik zie het probleem al. Dit hoort ook helemaal niet meer zo te zijn. Dit moet gewoon in één keer omhoog. Al die grondstoffen moeten natuurlijk van de band worden afgehaald. Dat is wel iets wat lang duurt.
Maar we laten gewoon onze robots rustig hun werk doen. We gaan ze niet opnaaien. Oké, het probleem is alleen dat ik niet helemaal zo'n hele rij ga maken. Tenminste, dat gaat niet passen. Ik kan hem natuurlijk ook een beetje opschuiven en het hier doen. Of we moeten deze bunker weghalen. Ik denk namelijk dat die bunker niet meer in gebruik is. Zo, die wordt opgehaald. Deze grondstof hebben we ook nog steeds niet nodig. En waar ik wel voor benieuwd naar ben, is of deze pijpleiding dan hier handig staat. Want waarschijnlijk staat die, weet ik eigenlijk wel zeker, gruwelijk in de weg. Dus ga ik eens even kijken of ik die dicht langs het spoor kan gaan leggen. Zou betekenen dat we ongeveer hier naar beneden kunnen gaan. Zo, zo. Oké, die worden straks gebouwd als het goed is. Maar die moeten wel van ver komen. Oké, dit ging hier naar beneden. En komt dan weer hier naar. Als het goed is, moet het zo gaan lukken. Het ziet er nou uit dat dit redelijk goed doorloopt. Dan kunnen we dit allemaal weghalen. We hoeven dat eigenlijk niet handmatig te doen, we doen het toch even. Soms moet je ook gewoon niet alles door de robots laten doen in het spel. En nog wel wat dingen handmatig blijven doen. Oké, deze is zonder stroom. Dat is wel minder prettig. Ik weet niet wat zijn reden daarvoor was. Maar dat wordt nu weer gefixt. En we willen dus even die gigantische plak hier gaan maken. Wow, volgens mij gaat het net passen. Nou, dat zou heel fijn zijn. Misschien is het een goed idee om nog een klein beetje. Als ik nou nog een klein beetje die kant op doen, dan kan ik er eventueel nog later eentje naast zetten. Ja, ik ga hem gewoon hier bouwen. Nou, die robotjes gaan straks natuurlijk weer inkomen. Ik ga het ontwerp een beetje veranderen. En dit moet je even zien gebeuren. Hoe gigantisch snel zo'n productie gaat. Echt, hier zou ik normaal dus zo lang over doen. Die robotjes gaan straks gewoon weer terugkomen met de volgende lading. Oké, dit gaat hier naartoe. Dit kan in volle gang worden gezet. Ze hebben nu nog geen elektriciteit. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waardoor dat komt, maar dat kunnen we wel snel even proberen op te lossen. Door daar iets tussen te zetten. En datzelfde ook hier misschien te doen dan. Oh nee, ze zijn al verbonden. We kunnen er voor de zekerheid eentje tussen zetten. Oké, deze krijgen de goede stoffen. En als het goed is, begint deze dan al vrij snel te werken. Dan hebben we eigenlijk toch binnen een redelijk snelle tijd onze productie verdubbeld. En je ziet al meteen dat onze voorraad omhoog gaat. Nu zie ik dat mijn basis wordt afgebroken boven. Hopelijk hebben ze. Wow, wat? Ze zijn echt al helemaal in mijn basis. Oké, dit is niet goed, man. Ik heb geen kogels mee. Waar zijn ze doorheen gekomen? Even snel kogels halen. En we gaan laser turrets plaatsen. Geen idee waar ze door binnen zijn gekomen. Denk hier. Aangezien die torens zonder turret zitten. Oh, ze zijn echt alles aan het mollen. Nu is dat niet zo heel groot probleem. Want
Op het moment dat ze alles mollen, dan gaan ze vervolgens, wordt dat weer automatisch bijgebouwd. Hier is eentje bezig. Waar is de rest? Dat is nu het moeilijke. Om iedereen te vinden. Het ziet er nou uit dat hier nog iemand links is. Dat is wel een beetje het nadeel van zo'n grote fabriek. Dan weet je niet meer waar ze zitten. Ja, ik heb er eentje gevonden. Hij zit hier gewoon de hele tijd lekker een beetje te schieten. Ik moet toch eens even goed gaan kijken waar ze vandaan komen. En misschien de versterking in het noorden nog wat verbeteren. Oeh. Oké, het ziet eruit dat de basis voor nu weer even veilig is. Het voordeel is dus dat alles wat kapot is gegaan, als het goed is, weer is bijgemaakt door de robots. Dus ik heb eigenlijk wel wat schade opgenomen, maar die is alweer hersteld. Dus dat is goed nieuws. Ik denk dat ik hier vanuit het noorden ben aangevallen. We kunnen daar het wat gaan versterken door het bos hier te kappen. Daar hebben we natuurlijk geen zin in. Oh, en dit duurde vroeger allemaal zo lang. Voem. Heel het bos in één keer weg. En dan kunnen we die een beetje gaan opvullen met wat laser turrets. Zo, nou als dit de truc niet doet, dan weet ik het ook niet meer. Zo. Oké, dit staat weer daar. We hebben aardig wat goede dingen kunnen doen. Deze werken allemaal niet. Dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Want die hadden... Wow. Die hadden we niet zo heel veel nodig, wilde ik zeggen. Maar waar zijn al mijn dingen heen? Oké, misschien is het de moeite waard om dit nog wel een keer te herstellen. Zeker nu we gebruik kunnen maken van elektrische apparatuur. Dit lijkt weer goed te lopen. En we kunnen zelfs helemaal van zonne-energie leven. Dat is wel heel bijzonder. Dat had ik niet verwacht dat zou gaan gebeuren. Dit was in ieder geval weer voor vandaag. Ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor het kijken. Laat me natuurlijk allemaal weten wat jullie ervan vonden door een berichtje in de comment section te plaatsen. Of anders duimpje omhoog of omlaag. En in de volgende aflevering gaan we onze modules verspreiden door de wereld. En kijken of we inderdaad onze olieproductie weer een beetje kunnen herstellen. Nogmaals super bedankt. En ik zie jullie allemaal graag volgende keer weer.